Wauw. Oké, fuck it. Buongiorno. Ik vond deze in mijn tas. Je weet wat dat betekent. Where you coming from? I come from the stars. Where you coming from? I come from the stars. Stars, stars, stars. Halverwege. 7,5 kilometer. Wat is het warm. Heerlijk. Koud douche. Deze video staat in het geheel in het teken van mijn belevenissen in Rome. Maar voordat we daar aan beginnen, eerst even dit. Ik heb dus gisteren ontdekt dat er naast mijn hotel, dat is hier, dat er een soort van Chinese overzeese supermarkt toko dinges zit. Dus ik dacht, weet je, laat ik eens gewoon wat dingen proberen. Je weet me nooit. Ja. Ja. Een soort Chinese Yakult of zo. Ken ik al. Het lijkt me echt heel vies, man. Dit. Ja. Ja. Oké, dit wordt het. Oké, het plan is dus dat ik je vertel over de verschillende dingen die ik heb meegemaakt hier in de afgelopen dagen in Rome. Terwijl ik deze vier dingen ga uitproberen. Altijd even de datum checken. Oké, in mijn vorige video heb je al een aantal dingen kunnen zien. Ik ben dus naar bijvoorbeeld het Colosseum geweest, niet te missen. Trevifontein, super mooi. Ik ben naar de Spaanse trappen geweest, een aantal keer zelfs. Daarover hoef ik je dus niet meer te vertellen. Oké, dit kan je niet zien. Wacht eventjes hoor. Dit, serieus, dit zit in dit blikje. Ik kreeg het dus net in mijn mond. En ik weet dus niet of dit nou komt omdat het hoort. Of omdat het... Oh crap! Oké, jongens. Deze sla ik over. Gisteren ging ik naar het Pantheon. Misschien wel eens van gehoord. Kijk maar even. Oh ja, wacht even. Even de datum checken. Wacht even hoor. Ben ik nou gek of staat hier nou 2 februari 2018? Wauw. Oké, fuck it. Nou, voor iets wat 6 maanden over de datum is, kwam er best mee door.
Twee dagen geleden was ik 's avonds wat aan het rondlopen door kleine straatjes en steegjes. Dat vind ik best wel leuk, want dan zie je vaak nog net wat meer van de stad. En toen viel ik midden in een filmopname. Rome is echt een supermooie stad. En wat vooral zo tof is, is dat je als je gewoon door de stad gaat lopen. En ik loop het liefst als ik in een grote stad ben, want dan leer je gewoon de stad beter kennen. En als je gaat lopen, dan kom je gewoon van het ene op het andere moment, vanuit een klein steegje ineens, op een prachtig groot open plein. En zo heb ik er een aantal gisteren bezocht. Deze plek blijft me verbazen. Piazza Navone, dames en heren. Deze heb ik me dus echt een beetje verheugd, ik geef het je eerlijk toe. Ziet er toch heerlijk uit? Ah. This is what I'm talking about. Wow. Oké, we hebben een winnaar. Voor vandaag, dit was het. Bedankt voor het kijken. Als je de video leuk vond, ram even op die like button. Je kent hem wel. Misschien moet je abonneren als je dat niet gedaan hebt. Want er zijn meer video's zoals deze. Of hele andere video's. Check het maar. Wie weet dat je het leuk vindt. Goed, dankjewel voor het kijken. En ik zeg weer heel toepasselijk. Je voelt hem aankomen, hè? Je voelt hem aankomen. Nou, komt hij dan. Ciao. Kijk trouwens even naar deze shady situatie. Hanging in there, man.